Ruilwinkel Secondhand heeft woensdagmiddag een gesprek gehad met de gemeente over het voortbestaan. De winkel begon vorig jaar zomer en groeide al snel uit tot een groot succes. Half februari deed de ruilwinkel een aanvraag voor een subsidie om een nieuw pand te huren en voor een minimumloon voor coördinator Lydia Woudenberg. Zij vertelt wat er uit het gesprek met de gemeente is gekomen. Er is in Nijmegen geen geld meer voor subsidies. Voor kleine initiatieven. Er zijn te veel initiatieven in de wijk op wijkgebied die geld willen. Ze willen ons wel helpen met het zoeken naar een pand, omdat dat het belangrijkste is. Dat we onderkomen hebben vanaf 1 juli. De tweede willen ze helpen bij het werkbedrijf om te kijken of ik in plaats van vrijwilliger met een participatieplaats gewoon fulltime kan werken. Er wordt voor de tijdelijke opvang die wij nu moeten gaan zoeken, of die waar ze mee gaan zoeken, daar wordt nog wel een subsidie voor de huur gegeven. En hoe nu verder? De vraag is nu van, weet iemand een pand dat leeg staat, eventueel van de gemeente is, of een eigenaar van een pand, een winkelpand die leeg staat, die zegt van jullie mogen tot 1 januari anti-kraak erin. En dat is nooit alleen tegen betaling van de stookkosten, de stroom en eventueel internet. En dat wij dan een overbrugging hebben. En ondertussen proberen ook weer contact te zoeken met maatschappelijke organisaties, tandem en interlokaal, om te kijken of zij eventueel, nu de fusie rond is, wel interesse hebben om de ruilwinkel onder zich te nemen. Want zulke grote organisaties als Tandem en het Valkhof, die krijgen wel subsidies. En de kleine burgerinitiatieven, daar schijnt geen geld voor te zijn. Onzekere tijden dus voor de ruilwinkel.